Goedenavond, ik ben Desiree Stokkel en het is 25 augustus 2015. Zowel de kiesraad als Geen Stijl gedragen zich 100% crimineel in relatie tot het referendum voor het associatieverdrag tussen Europa en Oekraïne. Eerst wil ik even uitleggen wat dat associatieverdrag wel en niet is. Dat associatieverdrag is niet meer dan een gentleman's agreement waarin staat dat Oekraïne en Europa goed bestuur organiseren voor elkaar, in hun relatie met elkaar. Dat goed bestuur, dat moet er dan toe leiden dat Oekraïne een volwaardig lid van Europa kan worden. Dat lijkt normaal. Dat zou alleen normaal en goed zijn als Europa de grondwet en de mensenrechtenverdragen toepast. Dus als elk lid in Europa als soeverein land de grondwet en de mensenrechtenverdragen toepast. En als Europa als instituut het VN-verdrag zou toepassen naast het EU-verdrag en naast de mensenrechtenverdragen. Nou, we leven in een realiteit waarin nog een individueel EU-land, nog Europa, nog de VN enig mensenrechtenverdrag toepast. Dus dan krijg je een ouwehoer papiertje, zoals het associatieverdrag, wat helemaal 100% nutteloos is zodra een burger wel de verdragen gaat toepassen. Je kan dat associatieverdrag altijd vernietigen wanneer je begint bij het Volte-verdrag en dan terugschakelt naar de grondwet en stelt dat de Nederlandse politici bepaalde wettelijke verplichtingen hebben. Nou, de Nederlandse politici en de Nederlandse koninklijke familie zijn 100% dictator. Ze negeren de grondwet en de mensenrechtenverdragen en het EU-verdrag. En dat doen ze omdat ze via het internationaal strafhof organiseren welke burgers gefolterd moeten worden, vermoord moeten worden, of wie er dan als een soort toneelstukje terecht moet worden gesteld binnen het internationaal strafhof. Die moordenaarspraktijken van Nederland en de EU binnen het ICC worden uitgevoerd met goedkeuring van Ban Ki-moon. En dat heb ik op papier staan, daar heb ik een brief van. De situatie is zo dat de kiesraad aan mij heeft bewezen dat zij koning Willem-Alexander en het parlement, alle politieke partijen in het parlement, willen helpen bij het stiekem folteren en doden van mensen, bij het corrupt houden van de rechtspraak en de advocatenorde. En daar zitten dan al die professoren aan vast. Dat hebben ze bewezen door mijn dossier te gebruiken als een lachertje. Ik heb de kiesraad gezegd, luister eens, jullie helpen politici bij het vermoorden van mijn gezin. En omdat jullie mijn gezin willen vermoorden, zijn nu de MH17 mensen dood. De kiesraad vindt het feit dat Nederland verantwoordelijk is voor de MH17 doden en dat dat geregeld is via mijn lichaam en mijn dossier van de rechtszaak tegen Nederland bij het internationaal strafhof geen probleem. De kiesraad heeft er geen probleem mee dat zij zaken doen met politici en een koninklijke familie die actief mensen laten doden. Nou, dat is een oorlogsmisdaad. Even gruwelijk als het werk van Hitler, Saddam Hussein, Gaddafi en wie dan ook. De kiesraad heeft de plicht het volk te beschermen tegen politieke partijen die weigeren de grondwet en de mensenrechtenverdragen toe te passen. En zodra ze juridisch bewijs hebben dat onze rechtsstaat niet meer bestaat, en dat heb ik ze gegeven, dan is de kiesraad verplicht het Volte-verdrag te pakken en het volk te beschermen tegen die dictatoren. Nou, de kiesraad vindt dat ze dat niet hoeven te doen. De kiesraad foltert mij omdat ze in de rechtszaal bij het internationaal strafhof willen uitleggen waarom ze mij folteren en waarom ze mij vermoorden en waarom ze politieke partijen dus helpen bij het doden van andere mensen in Nederland. Geen Stijl weigert die waarheid te publiceren. Alle media weigeren die waarheid te publiceren. Van de Nederlandse media zijn het alleen C.nl en YouTube die mij niet boycotten. De rest boycott mij. En dat doen ze omdat ze dus het parlement en de koninklijke familie aan de macht willen houden voor hun eigen arbeidscontract en dus het doden van mensen. Dan kom je uit bij die Geen Stijl. Die Geen Stijl wil een referendum. Dat referendum, het verzoek van Geen Stijl,
bij de kiesraad om dat referendum te willen is crimineel. Dat is een oorlogsmisdaad. Ik heb namelijk een internationaal strafhofrechtszaak gestart tegen Geen Stijl. Fout, Geen Stijl. Het hele zootje, dat is allemaal één. En dat betekent dat Geen Stijl weigert de grondwet en de mensenrechtenverdragen toe te passen en weigert de waarheid te vertellen aan het volk over de moordenaarspraktijken die de kiesraad organiseert op het Nederlandse volk in Holland. Dat referendum is een onzinreferendum. Het heeft namelijk geen enkel nut om geld, belastinggeld te investeren in de vraag: bent u voor of tegen het associatieverdrag van Europa met Oekraïne? Als je tegen bent, dan zeg je: ik ben tegen het feit dat Europa en Oekraïne zeggen: wij moeten goed bestuur toepassen. Dat is een onzinprotest. Te meer als je weet dat Nederland dus een 100% dictatuur is en dat het internationaal strafhof liegt over rechtszaken tegen Nederland binnen het internationaal strafhof. Dat associatieverdrag heeft nu geen enkele betekenis, omdat ik er ben met de rechtszaak tegen Nederland binnen het ICC, omdat het MH17 dossier wordt vervalst. Nou, nu krijgen we dat in oktober, hè? Dat zou augustus worden, nou dat wordt nu weer oktober. Nou, ga er maar vanuit dat er niks in staat. Ik weet al wat erin staat. En dat is een hoop gelul om te voorkomen dat de Nederlandse politici in de gevangenis verdwijnen. En dan hangt daar een beetje dat hele toneel rond dat associatieverdrag met Oekraïne omheen. En dat is een toneelstuk dat wordt goedgekeurd ook door de OVSE. Het feit dat het toneelstuk er is, betekent niet dat het een juridische constructie is. Het ontbreken van de juridische constructie is hier het rechtsfeit. Namelijk het ontbreken van het toepassen van de grondwet en het Volte-verdrag door de kiesraad en door Stijl, Geen Stijl, om het volk te beschermen tegen rechters, advocaten, politici die burgers laten vermoorden. Als je in Nederland geen rechtsstaat bent en burgers kunnen niet meer naar een klachtencommissie, de ombudsman, de advocaat, de advocatenorde, de raad voor rechtsbijstand, de professorenlobby of de rechtbank, dan heeft het geen enkel nut om te stemmen over een verdrag wat niet meer is dan een lobbyisten-ouwehoerpapiertje.